dichtbij dan. Oh, die is ver genoeg. Ja, dat mogen niet verder. Er valt iets op hier, hè? Ja, tafeltjes verwisseld. Daar hoort ook zo'n lange tafel te staan. Dat is de instructeurstafel, toch? Ja, dat klopt. Ja. Waarom staat daar nu een ronde tafel? Want we hebben met alle HI's hebben tafels verwisseld. De bartafels die boven de bar stonden, hebben we naar beneden gesjouwd. Ja. En de instructeurstafel hebben we lekker naar boven gesjouwd. Oi, oi, oi. Het is natuurlijk wel geestig, want ja, dat gebeurt normaal nooit. Enige nadeel, Bram. De HI's moeten het dan wel allemaal weer opruimen. Ja, terecht. Okay. Als je een goede grap uithaalt, moet je ook weer... Ja, hè? En dan moet je het ook wel maken. Goed, wij gaan nog even water, want ik wil even naar Roark toe, de hoofdinstructeur deze week. De man die het heel erg druk had met rescue afgelopen dagen, want het waarde heel hard. En er is gisteren ook iets gebeurd, maar daar ga ik het even met Roark over hebben. Dus, let's go. Bob! Hey! Hey! Dit is Roark. In week 8, hè? Ja, het is week 8, juist. Ja. Een week vol met veel wind en zo, hè? Ja, het is gewoon heel hard aan het waaien. Ja, want we zagen jou al op een foto voorbij komen dat je de rescueman aan het uithangen was. Dat ja, dat klopt. Ja. Valkjes ophalen en uit de riet halen. Het lag kats in de riet, met z'n allen. Maar het was wel vet. Volgens mij vond het wel vet. Ja, het was hartstikke een dikke windkracht 5. Maar wat ik jij even wilde vragen. Kijk. Draai je even om zo. Achter mij een hooischuur. Tenminste, zo noemden ze dat altijd. Stopte de buurman, meneer Flapper, die stopte hier vroeger zijn hooi in. Maar nu kunnen wij dat mooi gebruiken. En volgens mij hebben we dat gisteren al. Nou ja, jullie hebben dat gisteren gewoon super nuttig besteed. Ja, we gaan even laten zien hoe het er ongeveer uitzag. De stekker gaat er weer in. Ja, het was echt vet, Joost. Ja, het was echt vet, Joost. Ja. Hey! Hey! Wat krijgen we nou allemaal dan? Wat is dit allemaal? Dat zijn mensen die zijn. Lekker zuil weer. Ja? Lekker warm. Het waait wel. Als je me dit keer even niet op zo'n voorkant van zo'n plaatje kan wegzetten van een week. Heb je dat niet? Nou, ik weet niet of je die vorige hebt gezien van mij. Was het niet goed? Huh? Wie wil er op de clickbait van de week film? Ja, zie je? Kijk, duurt even namens neer. Hij gaat even zijn clickbait opzoeken. Nou, het ziet er een beetje. Je hebt je in de hooischuur laten liggen gisteren. Dat was het feestje gisteren, hè? Was het een goed feestje? Nee, ja, het was leuk om binnen. Hey Luc, 9 letters en rijdt op stuurslang. Duurlang. Precies. 4 jaar geleden was het. 4 jaar geleden? Nou, niet waar. Oh, die! Ja. Ben jij dat? Ja. Ja, dat is een filmpje van hem. Ik zei toch, dat ik erop stond. Kijk, als je nou echt zeker wil weten, dan moet je even abonneren op dit kanaal. Ja, dat gaan we doen. Laat het abonneren. Kijk, daar zit iemand, dames en heren, die deze hele week volgens mij een beetje de weg kwijt is. Kijk eens wie we hier hebben. Ja, ik ben een beetje de weg kwijt jij, hè? Hoe zit dat? Hoi. Oh, leuk! Ja, mag ik even mee met jullie? Ja, vind ik leuk! Zij brengen mij even naar, het eiland. Let's go. Best spannend. Oh, daar ging ze boom. Daar ging ze boom, zag je dat? Ja, alles moet nu wel smooth verlopen, ja. Kijk die smooth blik. Worden jullie ook geholpen? Want je moet wel roeren. Oh, nee, ja, wat is er? Na het bomen, wat gaan we dan doen? Stil hijsen. Ah, wie gaat dat doen? De dames. Ja. Hoef ik allemaal niet te doen? Ja, ik hoor net dat wij ook moeten doen. Jij bent VIP. Je bent een VIP boot. The very important person aboard. Thijs, deze VIP, die is nog steeds niet op het eiland. Hoe zit dat? Nou kijk, het waait niet. Nee. Hoe kom ik dan bij het eiland? Nou kijk, er is altijd een manier. We kunnen ook nog bomen. Ja. Met niet de boom, de vaarboom. Vaarboom, ja. Jij moet die kant op. Ja, nee, dat weet ik. Dat snappen we. Want daar wil ik heen, dames en heren, naar het eiland. Daar zijn Teun en Marius, die trainen in de laser. Zijn we er al? Ja, dat was het. Nou, dankjewel. Yes, graag gedaan. Dankjewel voor de lift. Ja. Ben ik opeens op het eiland. Hey! Hey. Met Q-motors! Hey! Zijn er nou alweer Q-motors op het eiland? Q-motors, de meert, olé, olé! Q-motors, de meert, olé, olé! Teun! Allemaal Q-motors op je eiland! Eiland, olé, olé! Nou, dames, doei! Tot de volgende! Later, Thijs. Later. Hey, Teun, weet je wat wel zo is? Die Q-motors zijn niet op het eiland. Op het eiland waar we altijd heel snel varen. Het gaat er wel heel lang duren voordat ze weer weg zijn, hè? Ik ga weg hier, man. Ja, jij bent zo weg, jij bent snelle boot, toch? Ja, hier achter de loer, dan kom ik niet heel snel weg. Nee, een beetje pompen. Dames en heren, die is Teun. Wat's up, Teun?
Ja. Dus eigenlijk ziet, maar ook nieuwe drie zeilen. En die vaart in een laser, zoals je ziet. Laser XD. Super fancy boot. En welke wedstrijdje gedaan gisteren, weet je? Ja, toen heb ik zeker gewonnen. Nee. Nee, kan ik die laten zien. Kijk maar even. Maar kijk, ik had gewonnen, Teun, omdat ik al die touwtjes die aan boord zitten, die heb ik allemaal gebruikt tijdens het zeilen. Maar als jij nou even uitlegt aan de kijker waar die touwtjes voor zijn, dan kunnen zij ook wat van leren. Nou ja, op een XD-boot hebben we verschillende touwtjes. Dit is de Cunningham, ook wel de voorlijkstrekker. Dan hebben we hier dit zwarte touwtje. Dit is voor het onderlijkstrekker, zodat hij hier de zeil naar achteren houdt. Heb je nog de neerhouder, die zorgt dat hij de giek naar beneden houdt, waardoor de achterlijk aanspant eigenlijk. Dat is heel handig voor aan de wind. Bij voor de wind moet je hem iets losser doen. Dan hebben we natuurlijk nog de schoot en nog de telltails. Die kan je eigenlijk zien dat je de goede koers vaart als ze evenwijdig naast elkaar lopen, de rode en de groene. Ja, dus aan stuurboord, dames en heren, kan je zien hangen de groene touwtjes en aan bakboord de rode. Of daar een beetje geel, oranje zijn ze hier. En als die allebei horizontaal wapperen, dan heb je je zeilstand dus goed. Zegt dat goed? Ja. Ja, ja, dan weten we dat ook weer. Zie je nog iets interessants? Je hebt ook allemaal gras in je zeil. Ja, dat komt omdat hij net, we zijn net weg geweest. We zijn op tocht. We zijn daarheen gegaan. En toen heeft het zeil even in het gras gelegen. Hij heeft even uitgerust. Even pauwnepje gedaan. Ja. We mogen een rondje om het peloton heen gaan pompen. Dames en heren, we gaan even pompen, want de wind is weg. Hoe moet je pompen? Hoe je moet pompen? Moet je even hierboven klikken in het filmpje? Hierboven, daar heb je de uitlegfilmpje over hoe je moet pompen. Wat zeg je? Ja, kijk, dat is pompen, jongens. Daar is dat. Ja, dat is mijn broertje. Oh, dat is je broertje. Hij neemt het op voor zijn broertje, dames en heren. Deze gaat straks nog de tutorial kijken, maar hij doet gewoon zijn collega's na. Eet het niet. Mm. Lekker, hè? Ik doe alsof ik bel. Ja, de Mark is al de hele week al druk. Met rescuen, hoofdinstructeur zijn, groepjes indelen, feestjes afbreken. Boterhammen smeren, lijstjes plakken, bar dweilen. Dit was de vlog van week 8. Ik zat net met jullie in de boot, kijk hier. Dat wilden we het eindshotje opnemen, maar toen stond de microfoon uit. Dat was wel. Yes. Kijk volgende week weer, maken we weer een nieuwe vlog. En als je nou nog iets wil zien, wat je heel graag wil zien of wil horen, of je broertje of je zusje gaat naar de beurt en die wil je zien, laat het even weten in de comments. Ja, komt jouw broertje nog? Ja, volgend jaar weer, die is nu in Kroatië. Ja, okay, maar bel ons als je wil komen. Ontsjen. Ontsjen en anders Oortmoorn. Oh nee, ja. Dat zegt die Paulusma. Die Paulusma trouwens, hoe hard, hè? Daar moet ik nog een woordje mee spreken. Wat dan? Die zei dat het vandaag 11 knopen zou gaan waaien. Ja, dat zei je. Nou, die wappert niet hoor. Oké, okay, nou doei! Doei!